U representeert vandaag Limburgs landschap. En mijn vraag is, wat was de rol van Limburgs landschap in het project? En hoe was de samenwerking met privé-eigenaars? Limburgs landschap is een van de communicatieve partners geweest in het project. En daarnaast, naast de werken die op onze eigen terreinen in Bolderberg zijn uitgevoerd, heeft Limburgs landschap ook de werken bij een groot deel van de private eigenaars begeleid op terrein. Dus samen met de aannemers. Dus in het begin was het een beetje kennis leren maken met elkaar. Liep het soms wat stroef van, ja, wat gaat er gebeuren? Die onzekerheid. Maar uiteindelijk hebben de private eigenaars ook de uitvoering van de werken op terrein gezien. En kregen zij volgens mij meer en meer vertrouwen in de werken. En kunnen ze nu ook zien dat het vrij goed loopt, denk ik.